En Anika Kentish is afgelopen zaterdag op Barbados bij acclamatie gekozen tot de nieuwe voorzitter van de Associatie van Caribische Mediawerkers, ACM. Kentish is de eerste vrouwelijke voorzitter van de ACM. Harvey Panka, die namens de Surinaamse Vereniging van Journalisten meedong naar de functie van tweede vicepresident, moest het opnemen tegen Kern Mason uit Grenada en Julius Gittens uit Barbados. Het is een nipte overwinning geworden voor Mason, die één stem meer haalde dan Panka, namelijk 7-6. De ACM houdt zich voornamelijk bezig met het bundelen en scholen van journalisten uit de Caribische regio. Gibbings, die jarenlang het karretje heeft getrokken, heeft zich niet herkiesbaar gesteld als ACM-voorzitter. Tijdens de 9e algemene vergadering van de ACM is ook duidelijk geworden dat de journalisten uit de Caribische landen te maken hebben met grote politieke druk. De algemene klachten van de journalisten is dat de ervaren collega's vaak beter betaalde banen kiezen bij zowel de overheid als het bedrijfsleven. De mediabedrijven vullen de opengevallen plaatsen in met de jonge, onervaren aspirant journalisten die voor een laag loon het werk willen doen. De roep om scholing wordt vaak ook genegeerd door de media-eigenaren. De ACM zet zich in om deze groep te trainen en zo de kwaliteit van het vak te waarborgen. Daarnaast hebben de Caribische mediawerkers gepleit voor betere financiële waardering. Dit zal ertoe leiden dat de ervaren journalisten in het vak blijven en dat op de werkvloer aan kennisoverdracht gedaan wordt.